U staat allemaal wel heel ver van me vandaan, maar ik hoop dat u me kunt horen. Van harte welkom allemaal in uw eigen stadhuis, als u hier naartoe gekomen bent. Voor deze nieuwjaarsreceptie die we voor het eerst in lange tijd weer kunnen hebben met elkaar. Ik ben blij dat er zoveel mensen hier naartoe zijn gekomen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Ook op een daarvoor heel wezenlijk moment, namelijk in die donkere eerste weken van het nieuwe jaar, van de maand januari. Januari, dames en heren, ontleent zijn naam aan de Romeinse god Janus. En u zult het al wel weten. Janus is een Romeinse god die ging over veranderingen. Over terugkijken en over vooruitkijken. Een god met twee gezichten. En die twee gezichten die passen bij dat begin van het jaar. Want met het ene gezicht kijken we terug en met het andere gezicht kijken we vooruit. En dat is eigenlijk wat we met elke jaarwisseling doen. We proberen te leren van het vorige jaar. En wat leerden we in dat afgelopen jaar? 2022 liet ons zien dat de coronapandemie dingen fluïde, bijna vloeibaar heeft gemaakt. Dat alternatieven voor onze manier van leven, voor onze manier van werken, bijna altijd mogelijk zijn. Alternatieven die inmiddels heel erg vertrouwd aanvoelen, maar die als er geen coronapandemie was geweest, misschien nog heel ver achter onze horizon hadden gelegen. Van digitaal vergaderen tot efficiënter thuiswerken. Het is allemaal vanzelfsprekend geworden. Maar een vroege terugblik op die coronapandemie laat ons ook zien dat er veel schade is geleden. Niet alleen economisch, doordat ondernemers en bedrijven kopje ondergingen door omzetverlies, of doordat er geen steun meer is, waar die er aanvankelijk eerst wel was. Er is ook maatschappelijk veel schade geleden. Er is 2 jaar lang een hele zware wissel getrokken op jongeren, op grote groepen in de samenleving, op mensen die eenzaam zijn. Er is een wissel getrokken op het weefsel dat ons bij elkaar zal moeten houden. En gelukkig, in het afgelopen jaar, zonder die quarantaineregels, zonder allerlei nieuwe nare virusvarianten, was er heel veel mogelijk en konden we een stukje van die maatschappelijke schade weer goed maken. Weer inlopen. En daar zijn we mee op de goede weg, maar er moet nog heel veel gebeuren. 2022, dames en heren, werd ook getekend door een oorlog die eng dichtbij is. De inval van Rusland in Oekraïne. En de meedogenloze vernietiging van mensenlevens, van infrastructuur in dat land. Wat wij tot nu toe van die oorlog merken, dat staat natuurlijk in geen enkele verhouding tot wat de Oekraïners dag en nacht ondervinden. Maar de effecten op de wereldeconomie die raken ons wel. En het zijn vooral de mensen voor wie het leven bestaat uit armoede, uit uitzichtloosheid, die dit het hardst ondervinden. Met hoge energieprijzen, met onbetaalbare prijsstijgingen in het leven van alle dag. En het toont ons op een hele wrange manier dat alles wat er in de wereld gebeurt, hoe ver weg soms ook, dat ons dat in het leven van alle dag kan raken. En het is een lakmoesproef van onze beschaving, hoe wij in zo'n tijdperk zorgen voor wie niet voor zichzelf kunnen zorgen. 2022 was een onrustig jaar, ook dichtbij in ons eigen land. We leken verdeelder dan ooit. Het vertrouwen dat we in elkaar en in onze instituties zouden moeten kunnen hebben, kwam onder druk te staan. Een toenemend aantal Nederlanders maakt zich zorgen over het vermogen, of zo u wilt het onvermogen, van de overheid om problemen met vaart aan te pakken. Maar er wordt ook met veel onrust geroepen om oplossingen die niet zomaar van de plank gehaald kunnen worden. Het maatschappelijke debat verzint soms oplossingen die niet kunnen, die niet realistisch zijn, die niet werkbaar zijn. De scherpte, de hardheid, de onverzoenlijkheid zou je bijna kunnen zeggen, van die discussie drijft mensen uit elkaar. Maakt mensen soms ook bang voor elkaar. En er zijn politici, juist zij die leiderschap zouden moeten tonen, die zichzelf verliezen in het uiten van onhebbelijkheden, in gekissenbis met elkaar, in gelijk halen, over en weer, van links naar rechts. Ik ben ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de inwoners van ons land snakt naar rust, naar behoorlijk met elkaar omgaan en naar verantwoordelijkheid
verantwoordelijke politici die begrijpen dat zonder samenwerking en zonder het zoeken naar gezamenlijke oplossingen dit land niet bestuurd kan worden. De situatie in Oekraïne laat ons zien dat democratie, ook onze eigen democratie, geen rustig bezit is. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het vergt een verstandige, voorzichtige omgang met elkaar, maar ook een bereidheid om te strijden als democratie en vrijheid van buiten worden aangevallen. De Oekraïense vastberadenheid, zou je bijna kunnen zeggen, is een lichtpuntje in die bittere strijd die daar gevoerd wordt. Een strijd die maar op 2000 kilometer afstand van hier plaatsvindt. Een strijd die blootlegt dat zoiets ook hier kan gebeuren, als we ons er niet letterlijk en figuurlijk tegen wapenen. Dat Almelo vluchtelingen uit Oekraïne begin vorig jaar zo ruimhartig heeft opgevangen, dat wordt heel vaak opvallend genoemd. Dat is natuurlijk mooi, daar mogen we blij mee zijn dat dat opvalt. Maar het is eigenlijk iets dat in de vanzelfsprekendheid is in het beeld van dat zorgzame Almelo dat wij zijn. In onze stad bieden wij ruimte aan mensen die op de vlucht zijn geweest en die de oorlog willen ontvlieden. Vanuit Oekraïne, maar ook vanuit een heleboel andere plekken in de wereld. Mensen die geen veilig huis hebben. En dat zegt iets over de warmte in onze stad. En daar wil ik met een aantal persoonlijke impressies eens even bij stilstaan. Warmte van medemenselijkheid is in onze stad bijna vanzelfsprekend. En je vindt het ook bijna overal. Ik merkte dit in verschillende ontmoetingen die ik in de afgelopen periode had. Zoals met mevrouw Corrie de Groot. Zij was overrompeld toen ik haar in september afgelopen jaar de beste buurbokaal mocht overhandigen. Mevrouw de Groot maakt een soepje voor iemand die ziek is, helpt haar buren met was afhalen en opvouwen en houdt zelfs de winkel van haar vriendin open op momenten dat die dat door ziekte zelf niet kan. Ik ben nu eenmaal zo, zei ze. Almelo kent heel veel inwoners, zoals mevrouw de Groot. Het zijn de stille krachten in onze wijken en in onze straten en buurten. Het zijn mensen die het normaal vinden, die het heel volstrekt normaal vinden wat ze doen en die daar geen aandacht voor willen hebben, die daar geen beloning voor vragen. Al die inwoners brengen ontelbaar veel initiatieven in onze stad tot bloei. Niet omdat ze dat moeten, niet omdat iemand dat hun heeft opgedragen of omdat ze daar beter van willen worden, maar puur en alleen omdat ze geloven dat de stad, de straat, de wijk, de buurt er beter van wordt. En we zien ze in de begeleiding van ouderen, zoals bij de Zonnebloem. We zien ze bij het bieden van sportactiviteiten voor jonge mensen met een handicap, zoals bijvoorbeeld bij Only Friends Almelo, die ook vandaag op de ijsbaan in Almelo weer een hele mooie activiteit hadden. Weer een ander voorbeeld is Bram Reinders uit Adorp. Ik weet dat hij hier vanmiddag is. Ik heb hem ook gewaarschuwd dat ik zijn naam nog even zou noemen. Daar bent u. Hij was degene die in 2022 samen met een aantal andere mensen de dromen van Adorpers heeft geïnventariseerd en ze heeft vervat in een dorpsambitieplan. Vanuit de behoefte om Adorp leefbaar en vitaal te houden, niet alleen voor nu, voor de Adorpers van nu, maar ook voor de komende generaties. Het beste van en voor Adorp ontsproten aan vrijwilligers. Of het beste voor de grote straat wil ik ook noemen, ook op ondernemend vlak, zoals Marco Schonewille en Menno de Braak. Twee ondernemers die in 2022 het lef toonden om te investeren in een nieuwe stadsbrouwerij, een slijterij en een proeflokaal in één. En daarmee de grote straat het komend voorjaar nieuw elan gaan geven. Ondernemerschap op het scherpst van de snede midden in onze stad. Het zijn mensen zoals Corrie, Bram, Marco en Menno die geloven in een betere buurt, in een betere straat, in een betere stad. En er zijn er duizenden van in onze gemeente, gelukkig maar, zeg ik erbij. In die eigenschap, dames en heren, in die eigenschap zit ons kapitaal. Door dat geloof draaien onze verenigingen. Door die inzet draaien onze winkels en onze bedrijven. Door die eigenschap kunnen wij in onze stad, in onze gemeente opstaan als we gevallen zijn. In dat kapitaal schuilt de kracht van onze samenleving. En dat perspectief, dat uitzicht van een krachtig Almelo waarin iedereen, ongeacht achtergrond, herkomst of overtuiging kan meedoen en zijn of haar schouders eronder kan zetten,
Dat is wat ons moet drijven in onze mooie gemeenschap. Dat is wat ons moet enthousiast maken voor deze geweldige stad. Een stad waarin iedereen zich gezien mag voelen, waarin iedereen mag meetellen. Omdat iedereen in onze gemeente recht heeft op mogelijkheden om zichzelf en een ander te ontwikkelen. Werkgelegenheid is geen probleem op dit moment, laat ik mij vertellen. Wel is leren en ontwikkelen iets waar we oog voor moeten houden in onze stad. Om nog meer mensen de match te laten maken met hun opleiding en de arbeidsmarkt. Dat sectoren kunnen blijven functioneren. Dat er geluk en gezondheid kan zijn, ook doordat mensen een baan hebben. En dat mensen hun talent kunnen benutten. En dat is een verantwoordelijkheid die we met elkaar delen. Werkgevers, de overheid, hier in dit gebouw, maar ook andere overheden, het onderwijs, iedereen in de stad. Samen houden wij de stad in balans. En dat doen we door de komende periode te investeren op een aantal fronten. In goede en toekomstbestendige kansen voor ondernemers, zodat ze werkgelegenheid kunnen bieden en innovaties mogelijk kunnen maken. In sleutelprojecten, zoals in de spoorzone hier rondom dit stadhuis. Maar ook in de binnenstad en in een aantal uitleggebieden, zodat er vernieuwing en diversiteit en doorgroeikansen komen op de woningmarkt. En in verduurzaming van woningen, samen met onze woningcorporaties, zodat wonen ook bij stijgende energielasten en hogere duurzaamheidseisen betaalbaar blijft voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Samenwerken aan een sterke stad met kansen voor iedereen. En dat begint kansengelijkheid, dat begint met het zorgen voor een eerlijke en gelijke start. Gelijke kansen voor kinderen zijn daarvoor cruciaal. Als je jong bent, moet je je kunnen focussen op later, op je leven, op datgene waar je naartoe gaat. Soms moet je net dat extra zetje kunnen krijgen om optimaal je talent te kunnen benutten. Jongeren in onze stad, en ik zei het al, ze hebben moeilijke jaren gehad. Maar jongeren in onze stad verdienen dat wij investeren in hun toekomst. Met goede zorg en begeleiding, met goed onderwijs, met een aangesloten arbeidsmarkt en met een plek om te wonen. We hebben grote uitdagingen. Forse uitdagingen zou je kunnen zeggen, maar het zijn ook uitdagingen die bij ons passen. Ze passen bij de maat die we hebben met elkaar. En dat komt omdat wij een stevig fundament hebben in onze sociale cohesie, in de verbinding die we onderling met elkaar voelen, in de veerkracht die deze stad zo eigen is. Wij kunnen samen alles aan, werkelijk alles. Want ondanks zorgen heerst er in onze gemeente een algemeen besef dat pessimisme en tweedracht een oplossing niet dichterbij brengt. Ons glas is altijd half vol. En we hebben allemaal een rol om mensen, om organisaties en ondernemers aan elkaar te verbinden. Om binnen alle mogelijkheden die zich aandienen het beste eruit te halen. In 2023, maar ook daarna. Ons doel moet zijn, ons doel is dat elke inwoner mee profiteert van al het moois dat we als gemeente, als stad, als dorpen en als regio realiseren. En het mooie is, in de gemeenteraad van Almelo en in de stad merk ik, voel ik, ondervind ik de verbondenheid op die gemeenschappelijke opgave. We hebben elkaar gevonden op die opdracht. Om met elkaar zonder vooringenomenheid aan de slag te gaan. Dames en heren, ik begon mijn verhaal met een beschouwing op de god Janus. In onze stad voelen we ons natuurlijk veel meer verbonden met de Griekse held Heracles. Heracles verrichtte met bovenmenselijke kracht 12 schijnbaar onmogelijke werken. En hij bleek een dapper mens te zijn. Hij hield het vol bij het realiseren van zijn succes. Keer op keer. En die dapperheid, die zien we dit seizoen terug in onze club. Een ploeg in de winning mood, zou je kunnen zeggen. Al duurde de wedstrijd gisteravond net een paar minuten te lang. Dit nieuwe zelfbewustzijn van Heracles laat ook het nieuwe bewustzijn zijn voor onze stad. Het geeft vertrouwen op succes. Zelfbewustzijn moet ons typeren. Waar mensen weten in onze stad wat ze waard zijn. Hoe ze betrokken zijn bij elkaar. Hoe ze vanuit eigen kracht bouwen aan een gezamenlijke toekomst. We hebben, als we goed nadenken over wat we gedaan hebben in 2022. Als we ons realiseren wat onze wensen en onze ambities zijn voor het komend jaar.
zo ontzettend veel om trots op te zijn. Zoveel om naar uit te kijken ook. Ik zie in die zin 22 vooral als een jaar van de revival. Van het weer opstaan uit een moeilijke periode. Dat is wat we met elkaar doen. En ik hoop dat we de energie die daarbij is vrijgekomen met elkaar weten vast te houden. Als collectief, maar ook individueel. Bij onze verenigingen, in onze winkels, in onze bedrijven, in ons leven van alle dag. Met bewondering en hoop zie ik hoe ver compassie rijdt in onze stad. Toen het moeilijk was. En ik ben ervan overtuigd ook in de komende jaren als het hopelijk weer beter gaat. Door elkaar te zien, door elkaar te ontmoeten, door elkaar vast te houden. Zoals vanavond ook hier het geval is. Mede namens de leden van de gemeenteraad, mede namens de wethouders, mede namens alle medewerkers van de gemeente Almelo, wens ik u een goed, gelukkig en bovenal gezond nieuwjaar toe. Veel hel en zegen.